Ik ben blij dat jullie op onze uitnodiging zijn uitgegaan. En wij gaan dus kort in op de ontstaande situatie bij de IBS nu. Er is een geschil tussen een van onze medewerkers, dat is meneer Hellings, en de IBS. Wij hebben hem aangeschreven om te verweren. Hij heeft aangegeven dat hij het niet begrijpt waarom hij dus moet verweren. We hebben het verduidelijkt voor hem en hij heeft weer daarop gereageerd. In zijn verweer geeft hij ook aan dat hij dus achteraf bekeken had hij dus zaken die hij heeft geplaatst op Facebook en de reactie die hij gegeven heeft liever niet had moeten doen. Het was dus niet zijn bedoeling tussen haakjes om dan de directie en de IBS te schaden. Wij hebben naar zijn verweer gekeken en het was niet valide genoeg omdat de zaken zo ernstig waren dat wij dus de wettelijke regeling moesten toepassen. Wij hebben conform onze CAO hebben wij gewerkt. Er is geen geschil tussen de bond en de directie. Het is de directie van de IBS en een werknemer van de IBS. Wij hebben alles goed nagekeken en afhankelijk van de situatie hebben wij dan CAO-regels toegepast. We hebben vanmorgen de bond uitgenodigd om de situatie uit te leggen. Ze hebben het afgewezen en ze zijn dus gelijk overgegaan tot actie. Wat dus als een wilde actie getypeerd mag worden. Wij van de directie hebben gelijk de rechterlijke middelen ingezet, kort geding aangevraagd, waar er ook een vonnis is gewezen, zeg maar een uur geleden. Daarin is de OS in het ongelijk gesteld en zij moeten binnen een half uur, nadat vonnis is betekend aan hun, moeten ze alle medewerkers oproepen om te komen werken, om die werkzaamheden te hervatten. Doen ze dat niet, dan zijn er wel wettelijke boetes die zij dan moeten betalen. Het is zo dat wij geen rancuneuze handelingen gaan plegen hier. Maar wij kunnen het ook niet toelaten dat werknemers van het bedrijf zaken doen die tegen de geldende CAO zijn. Op het moment dat wij dat constateren, gaan wij hardhandig optreden. Wij kunnen niet toelaten dat werknemers hier zijn die het bedrijf kapot willen maken. En laat dit een waarschuwing zijn naar alle andere medewerkers dat wij niet gaan sollen met degene die het belang van de IBS gaat schaden. Wij zijn hier om het volk te dienen. En we kunnen geen grappen maken met zaken van de IBS. Het gaat niet om een bakkerij. Het gaat om een nutsbedrijf
die ervoor moet zorg dragen dat een ieder in Suriname voorzien moet zijn van elektriciteit. Dan kun je toch niet zomaar opstappen, opstaan en landelijke staking aankondigen. Er zijn wettelijke regels. Iedereen dient zich aan de wettelijke regels te houden. Wij maken geen uitzondering. Er zijn afspraken met de bond lopen en we houden ons daaraan. De bond heeft zijn wensenpakket ingediend. De directie die is bezig daarmee en ze worden binnenkort uitgenodigd voor gesprek. Maar het is niet zo dat je vandaag een wensenpakket, na 4 maanden ga je een wensenpakket indienen en denken dat je over een week al zal uitgenodigd worden door de directie. Nee, we moeten jouw wensenpakket eerst bekijken, bestuderen en dan pas wordt er een commissie samengesteld en dan pas wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Nogmaals, er is geen geschil met de bond bij de IBS. Wij praten niet over fotomateriaal wat verspreid is door een ene Marciano. Het kan Marciano de Haan zijn. Het kan Marciano weet ik veel zijn. Dus daar praten wij niet over. Wij praten over het feit dat als MBV'er mensen met verantwoordelijkheid binnen de IBS, dat je je zo, niet zo kan uitlaten over het bedrijf en de directielieden in het openbaar. Er staat duidelijk verankerd in de CAO van de IBS. En dat dient de heer Hellings ook te weten. Hij moet de CAO wel kennen, anders kan je dan, moet je dan geen bondsman zijn om dat niet te weten. Zelf als MBV'er moet je dat weten. Ik zie, ik lees die berichten, dat iedereen zegt dat die man een klokkenleider is. Die man is klokkenleider, hij is dit, hij heeft de waarheid gesproken. Foto's van de directeursauto's zijn gepubliceerd en als hij dat heeft gedaan, dan is dat zijn volste recht. Maar wij zeggen, hij heeft die foto niet gemaakt. En wij weten niet of hij ook die foto heeft doorgestuurd. Maar daar praten wij niet over. Laat men praten over het onderwerp. Hij heeft zelf op Facebook en bij GFC News heeft hij duidelijk aangegeven wat hij fout gedaan heeft. Dus ik weet niet waar de leden van de bond waren om hem dan te zeggen van hey, voorzitter of leidinggevende, u gaat te ver. Hij heeft ook geen mandaat gevraagd van zijn leden om die dingen te posten. En nu dat die dingen jou gaan schaden, wil jij de arme werknemers achter jou nemen om zogenaamd een vakbondactie te voeren. Het is zeer misleidend. Er is geen arbeidsgeschil, dus waarom sleep je de mensen dan daarin? Dat is misleidend. Er is geen vakbondsgeschil met de IBS. Het gaat om een persoonlijk ding van meneer Hellings. Als je vindt dat de directie jou niet correct behandeld hebt, dan zijn er de wettelijke regelingen, de stappen die je moet ondernemen. Die staan allemaal daar. Ga de mensen niet misleiden. Maak gebruik van je recht en stap naar de rechter.
ga bij arbeid om je dingen aan te vechten. Maar wat in de CAO staat, dat staat duidelijk geschreven. En daar dien je aan te houden. Om nu zaken dus allerlei negatieve zaken eraan te plakken en te koppelen, moet ik de sensatie pers wel aangeven dat ze dus heel veel onnodige overuren hebben gemaakt. Want geen van die dingen dat men genoemd heeft op Facebook berust op waarheid. De heer Leo Brunswijk kan altijd zijn eigen voertuig kopen. Ik heb altijd gewerkt voor mijn zaken. Ik steel niet. Ik kan een auto kopen. Ik heb geen auto van de EBS nodig. Voor de EBS had ik al mijn wagen. Als het zo mag zijn dat de EBS een dienstvoertuig heeft waar de directeur in mag rijden, zo be het. Maar ik kan je wel zeggen, deze Leo Brunswijk zou ook geen auto cadeau nemen van EBS. Als EBS mij een auto cadeau geeft, ga ik het niet accepteren. Ik kan zelf een auto voor EBS kopen. Als EBS een voertuig nodig heeft, kan ik zelf een auto voor EBS kopen. Ik was geen straatjongen toen ik hier ben geweest. Dus laat het duidelijk zijn, Leo Brunswijk is niet de directeur die op bedeltour is op, bij de EBS. Voor de EBS had ik alles. Laat het duidelijk zijn. Als de EBS een auto nodig heeft, kan ik het voor de EBS kopen. Dan waarom moet ik een auto cadeau nemen van de EBS? Waarom, toen er in 2012 drie directievoertuigen, Prado, waren gekocht, waarom was het geen probleem? Waarom moet het nu een probleem zijn, omdat het meneer Leo Brunswijk is die in een Prado rijdt? Wel, ik zal je zeggen, de Prado is geen wens van Leo Brunswijk om in een Prado te rijden. En ik heb het nooit en ten nimmer cadeau gehad. Misschien heb je iets om toe te voegen. Nee, daarover. Er is een staking geweest vandaag. Mijn personeel zijn bedreigd. Mensen waren onveilig. De CEO, meneer Leo Brunswijk, was in het gebouw. Maar vanuit veiligheidsredenen heeft de security mij geadviseerd om liever weg te gaan. Want ik heb heel veel te verliezen, maar wat ik te verliezen heb, is veel meer dan wat zou gebeuren. Als er iets mis zou gaan, zou ik de grote verliezer zijn. Dus ik heb gehoor gegeven aan de security om dan weg te gaan. Ik wist ook dat er een rechtszaak was. Dus ik maakte me niet zo druk. Ik was de rechtszaak aan het voorbereiden. En daar is dus vonnis van. Dit is de vonnis van de rechter. Die dus... Als volgt luidt, beslissing, de kantonrechter in kort geding, dubbele punt, veroordeelt Owens om binnen een half uur na betekening van dit vonnis haar leden op te roepen hun werkzaamheden normaal volgens werkroestel te verrichten met achterwegelating van het voeren van actie CQ
hen aan te zeggen om de werkneerlegging te beëindigen en beëindiging te houden en onmiddellijk en beëindig te houden en onmiddellijk de werkzaamheden waartoe zij gehouden zijn te hervatten en deze op de normale wijze te verrichten. Kantonrechter veroordeelt OOS ter betaling van een dwangsom uit SRD 5000 per dag voor elke dag of elke keer dat de OOS geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met dit vonnis. Tot een maximum van 100.000 SRD. Dus, vonnis is hier. En indien jullie verdere inzage wensen, dan krijgt u dat ook. De directie doet geen dingen zomaar. We zijn niet op de rancuneuze toer. Dat kennen wij niet, wij passen geen rancune toe. Want er gaan verwijten komen van dit en dat. Maar het staat duidelijk dat de directie conform CAO heeft gehandeld. En er is geen arbeid geschild. Dank u wel. Indien er vragen zijn, dan horen wij dat graag. Wat zijn die bedrijfsgeheimen die dan zijn uitgelegd? Waarover gaat het? En die auto's waarover men gaat, is dat werkelijk die auto die u zelf niet verkocht? Nogmaals, het gaat niet om bedrijfsgeheimen die naar buiten zijn gelegd. En die auto's, die ene auto, is in 2 augustus 2023 gekocht en daarom ook. Of mag de CEO inrijden. Dat andere voertuig waarin de heer Marcel Eindhoven rijdt, is een auto die gekocht is in 2012. Het is geen nieuw voertuig. Men houdt de totale samenleving voor de gek. Men doet voorkomen als wij die wagen gisteren hebben gekocht in verband met de tariefverhoging. Dat is grote misleiding. Er zijn geen bedrijfsgeheimen naar buiten gebracht die niet naar buiten mogen. Ja. Het geval van Marciano Helling gaat om heel andere dingen. Beledigen van de directie. Collega, mag ik? Bent u nog niet klaar? Ga ik om dit even verder willen te helpen. Kost die auto van de CEO $100.000? Ik heb geen auto gekocht. De IBS heeft een auto gekocht. En dat is dus geen geheim om bij Kersten te stappen en vragen wat die, auto, die voertuigen kosten. Want die zijn bij Kersten gekocht. Waarom gebruiken jullie journalistieke systemen niet om dat even na te vragen dan... Ben je helemaal verholpen? Hoef je zulke niet zo lang te lopen in je hersen? Van, moet ik meneer Brunswijk dat vragen? Hoe moet ik hem vragen? Dan had je dat antwoord al lang. Raap Engel is mijn naam. Ik woon voor Cultuur DV Internationaal. Meneer Brunswijk. Nee, kom, kies me niet, ja toch? No, no, die dan niet. Maar dat ook waar, zelfs dat is weer. Maar in ieder geval, meneer Brunswijk, ik geef aan dat er inderdaad geen conflict is. Hè? Maar wat is dan zo gewichtig en graag specifiek? Ik zie dat u bijgestaan wordt vandaag door juristen, anders heb ik het niet goed gezien. Wordt er vandaag in de zaal? Zitten er juristen bij vandaag hier in de zaal? Hier? Ja, hier. Nee, de EBS heeft altijd juristen en alles. Is het antwoord nee of is het antwoord ja? Wij zijn hier met de directie. En een team die de directie vertegenwoordigt. Dus dat maakt niet uit wat voor functie of wat voor rang of titel die mensen hebben. Ze horen bij het directieteam. Mooi zo. Dus ze zitten er. In ieder geval, meneer Brunswijk, u heeft aangegeven dat er geen sprake is van een conflict tussen de bond en u en uw bedrijf. Ja. Wat is zo gewichtig, specifiek alstublieft, dat dan een personeelslid op dat niveau... per onmiddellijk ontslagen moet worden, dat juristen erbij
gehaald moet worden. Iedereen die ontslagen wordt, die heeft het recht om zijn ontslag aan te vechten. Op het moment dat jij je ontslag gaat aanvechten, dan komt de directie niet meer in beeld. Dan laten we het over voor de juristen. Arbeidsinspectie. Dus arbeidsinspectie gaat het checken en de juristen van IBS gaat het dan verder begeleiden. U was bang voor uw leven vandaag. Uw bedrijf is bestormd. Waarom? Voordat u daar antwoord op geeft, meneer Verzwijk, laat me u zeggen, u zit er niet. U ziet er altijd gesoigneerd uit en gaat ook fantastisch. Maar nu, goede werknemer, de heer Hellings. Ex-werknemers, hè? U legt de nadruk op ex. Ex-werknemer van de IBS. Ex-werknemer van uw bedrijf, die heeft geen gewichtige dingen naar buiten gebracht. U heeft net toen u de persconferentie opende, zelf gezegd dat hij misschien niet eens de dingen heeft gefilmd. Nee, ik heb niet. Dat hij misschien niet eens, je kan duidelijk zien dat daarin doorgestuurd is. Maar daar praten wij niet over. Dat is geen onderwerp van nu. Waarom is hij ontslagen geachte heer Brunswijk? Waarom is hij ontslagen? Staat duidelijk in, even kijken welke heb ik hier. Dit is het statuut, dat moet ik niet hebben. Ik ga niet helemaal in detail, maar gedragscode en alles van de werknemers zitten hierin vervat. Het kost in een jaar om het door te nemen. Nee hoor. We gaan u helpen. Ik kan je de juiste artikel ook geven straks. En ik kan je een foto ervan laten maken na de persconferentie. Dan heb je dat, die informatie ook. Ik hou u eraan. Je krijgt het van mij, 100%. Dat is heel erg aardig van u. Nog één vraag, wat mij betreft, als er andere mensen zijn met vragen, zo niet ga ik door met vragen totdat ik me wegstuur. Brunswijk, zijn er functioneringsgesprekken gehouden? Is er een rapport van de heer Hellings? Zijn er functioneringsgesprekken waaruit ik zou kunnen opmaken dat hij een slechte werknemer is, dat hij fouten heeft gemaakt? Ik ga de verkeerde kant op. Brengt u me weer op. Kom op pad. Ik volg u. Hij is een hele goede werkgever, of werknemer. Hij doet zijn werk goed. Maar er zijn regels. Wij vertrouwen je bepaalde zaken toe. En dan zijn er gedragsregels. En daar staat, als je zo'n gedragsregel overtreedt, mag je dan met ontslag gestuurd worden. Staat ook hierin. Dat is spionagewerkzaamheden. Dat weet ik niet precies om jou duidelijk te maken, maar ik kan je dan alles zeggen, want ik heb die man nooit betrapt op spionage. Dus er zijn dringende redenen om hem dus te ontslaan. En dat weet hij ook. Hij heeft zelf zijn excuses aangeboden om op Facebook ook dingen te plaatsen, maar de schade was te groot. Oké, u bent een democraat. Het grootste deel van uw personeel, een groot deel van uw personeel, is het blijkbaar niet eens. Niet eens met het besluit meneer Hellings te ontslaan. Natuurlijk. Kijk, u dat aan uw als ik zegt dat u niks. Nee, al die mensen die achter meneer Hellings staat, die nodig ik uit om een CAO weer te gaan lezen. Want je hebt mensen, je hebt volgers, hè. Je hebt mensen die je kan zeggen van, hé, nou, uit solidariteit kunnen we meneer Hellings niet zo laten. Laten we toch kijken of het, wat er nog te redden is. Dat is het doel van die actie vandaag. Dat waren mijn vragen, dank u wel voor uw antwoord. Ik ben, bedankt dat je ook in Winti hebt gehad. Ja, ik heb u uitgenodigd met bijna onverwacht te gaan, dan gaan we daar die Winti doen. Oké. Okay. Maar die mensen willen nou weten welke regels hij heeft gebroken. Even kijken. Alles. Ja, dat is waar. I will show you. Ik kan niet helemaal in details, maar ik kan je dus aangeven
Welke regels dat is. Even kijken hoor, pap. Het gaat om artikel 8 lid 5 sub E van de CAO. En dat ga ik je wel straks wijzen. En conform artikel 30 lid 6 van de CAO hebben wij gehandeld. Wij kregen verwijten van hey, directie werkt niet volgens CAO. En nu hebben we volgens CAO gewerkt en dat is weer niet goed. Wanneer gaat het goed worden? Waar handelen die artikelen over? Nou, dat zijn gedragsregels. Dat zijn gedragsregels. Ieder werknemer dient dit te hebben of te weten. En te meer de, een leidinggevende moet ervoor zorg dragen dat zijn werknemers of mensen die onder hem werken, die het moeten allemaal krijgen. En dan nog meer, als voorzitter van de bond, moet je dit uit je hoofd kennen. Ja. Want hiermee ga je de directie bespreken. Ja. Zeg meneer Brusman, ik zei dat ik domme vraagleen was. Hè, ja, ja. Ja, ja. Tweede winterkom. Ja, nee, mijn collega als een Sangayang die fluisterde me net een vraag. En dat is? Hij zegt, ben eens naar de president gegaan. Hè, om daar dat zaakje voor te leggen. Ja. Stel dat de president een ander besluit neemt in deze, dat als een vader des vaderlands zegt van, mannen, laten we de koppen bij elkaar steken. Moeilijke tijden, banen verliezen, dat is niet wijs. Laten wij water bij de wijn doen en door de vingers kijken enzovoort. Wat zou uw reactie zijn? Eén baan verliezen is niet zo erg als 1200 baan verliezen. Als je doorgaat met deze handelingen en de IBS kapot gaat, wat ga je met al die 1200 man die bij je IBS werken, wat ga je ermee doen? Jij komt van het Voetap C en de Mantaki, one thing if you see a pora, heer Barakoto. Yes? Is goed, indien er geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie bedanken. Laatste vraag. Wat als die actie doorgaat? Wat gaat die dan doen? Wij leven in een rechtsstaat. En als de rechter een besluit is en er is een rechterlijke vonnis, dan verwacht ik niks anders dan dat uitgevoerd wordt. Indien je het niet uitvoert, zijn de consequenties voor jou. Volgen er sancties voor de werknemers die naar binnen zijn gekomen, de poort hebben geforceerd? Kijk, daar kan ik nu niet over praten. Ik was er niet bij toen ze het forceren. Maar we gaan kijken wat de schade is en wat te doen met in dat geval. Hellings, je bent toch op Facebook? Hij heeft ook duidelijk op, hij heeft de directie conform artikel 30. Lid 6 van de CAO is hij in de gelegenheid gesteld om zich te verweren. Snap je? En zijn verweer was niet. Dus hij zegt dat hij het jammer vindt dat hij de directie heeft uitgemaakt als gespuis. En dat hij de directie beledigd heeft. Dat heeft hij ook. Hij heeft spijt betuigd. Ja, dat is zijn probleem. Waarom denk je niet na voordat je doet? Dus die sorry wordt dan niet geaccepteerd? Ja. Die sorry. Sorry na een woord to sami no sabi. Had ik niet van u verwacht. Sorry. Die pardon wordt dus niet geaccepteerd. Je komt. Je maakt me dood publiekelijk. Met dede in een film met pleego door. En dan kom je achteraf. Sorry hoor, met de wankiri in een film. Niet toch? Okay. Er zijn gedragsregels. Als je dit toelaat en toestaat, doet morgen iemand anders dat. Ga je dan tegen die andere persoon kunnen optreden? Wij zijn hier geen grappen aan het maken. Laat het duidelijk zijn.
De Surinamers moeten weten dat wij bij de EBS dat niet gaan accepteren. Wij zijn hier met een belangrijke bedrijfsvoering en dat soort zaken gaan wij niet tolereren. Laat het duidelijk zijn. En dit geldt ook voor alle andere werknemers die bij de IBS zitten. Ik ben dus staat om een pijnlijke slotvraag te beantwoorden, meneer Brugge. Alle vragen beantwoord hoe, ik. Laat mij de vraag nuanceren. Wat mag het Surinaams volk nog verwachten aan verhogingen van energiebedrijven? Suriname. Op kort, middellang, lang termijn. U hebt een hele mooie vraag gesteld, maar laat het duidelijk zijn, energieprijzen worden niet bepaald door de directie van IBS. Als je over energieprijzen wil praten, moet je naar de Energieautoriteit Suriname, die is de wettelijke organisatie die de prijs moet bepalen, niet de IBS. Ik heb men horen praten, IBS, verhoog de prijs bij IBS, die IBS bepaalt geen energieprijs. We geven wel die data, maar wij bepalen geen energietarief. Wij zijn niet de gewezen persoon om dat te bepalen. Dan kan ik weer. Eentje voor de duidelijkheid. Eentje. Dus, voor alle duidelijkheid, van wie is die Prado? Die Prado is van EBS. En het is gekocht in Suriname. En het is gekocht in Suriname. En als IBS een Prado nodig heeft, kan Leo Brunswijk ook eentje voor de IBS kopen. De heer Brunswijk, de heer Hellings is nu momenteel, u zegt, geen werknemer meer. Nee. Maar hij is nog wel voorzitter van de bond. Ik denk niet. Ik denk niet dat je goed geïnformeerd bent. Hij is geen voorzitter meer? Ik denk niet dat je goed geïnformeerd bent. Dat moet je... Voordat je hier kan, had je meer informatie moeten zoeken en kijken naar de brieven die de OS heeft gestuurd gisteren en vandaag. En daar zie je dat de heer Hellings niet meer heeft getekend. Als voorzitter. Als voorzitter. Oh ja, er is ook nog een statute van de OS. Die is hier, die mag je ook inkijken. En daarin staat duidelijk dat als je lid wil zijn van de OS, dan moet je werknemer van de IBS zijn. Als je bestuurslid wil zijn van de OS, dan moet je 3 jaar lid zijn van de OS. Als je voorzitter wil zijn van de OS, dan moet je 5 jaar lid zijn van de OS op de dag van de verkiezing. Het is de OS die de statuten moet gaan nalezen. Ik ben geen bestuur van de OS. Maar als je geen werknemer meer bent van de IBS, dan kan je ook geen lid zijn van de OS. En dan kan je ook geen voorzitter zijn van de OS. En als je geen vakbond hebt, dan mag je ook geen lid zijn van een vakorganisatie. Dus het staat, ik heb die regels niet gemaakt, staan allemaal hierin. Meneer Brunswijk, die is een half uur geleden, maar ik weet ook die mannen hebben gehoord dat ze moeten gaan werken. Wat gaat er gebeuren als ze niet werken? Het staat in de vonnis, dus daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Je woont in een rechtsstaat. Als je in een rechtsstaat woont, dan dien je gehoor te geven aan de uitspraak van de rechters. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en hoop dat ik de Surinaamse bevolking toch wel goed heb kunnen informeren. En laat het duidelijk zijn, er is geen probleem tussen de OS en de IBS. Een werknemer van mij, die toevallig voorzitter is, heeft ontslag gehad. En hij weet precies hoe te handelen bij ontslag. Dus dit
was helemaal niet nodig geweest. Yes? Mogen wij u ook bedanken voor het feit dat u ons heeft uitgenodigd. Hopelijk is dit laatste probleem met de EBS onbetwijfeld, maar ik hoop het wel. Ja, zolang je leeft krijg je problemen. Dus zolang je werkt gaat er problemen zijn. Alleen moet je ze allemaal kunnen oplossen. En wij... Van de tong investeren, meneer. Nee, we proberen het allemaal. Foto's van. Ja hoor, jullie mogen van alles foto maken. Zijn jullie al gestopt met live? Yes. Zeker? Oké, dan ga ik opstaan. Hey, Wani Bakka. Yeah. Ik zie Wani Bakka.